De trein. Joh, de trein is ook niet top. Pas er ook niet in. Ja, je hebt die dubbeldekkers. Ja, daar moet ik constant bukken. Dus ik ga bijna nooit met de trein. Dus niet top. Maak eens een trein voor mensen van 2 meter plus, man. Ja toch, niet dan? Een bijzondere Rijnmonde velt het oordeel. Tof of niet tof? Ja toch, niet dan? Ik ben Francisco Elson. Woon in Rotterdam. 44 jaar. Voormalig NBA-kampioen. En ondernemer. Ja, dat is top. De NBA is sowieso top. De NBA heeft mijn leven verrijkt. En is in mijn ogen de beste sport die er is. De meest spectaculaire sport die er is. En ja, dat geeft mij, als je erover praat, zoveel kippenvel. Als jij topsporter bent, dan is het hoogste wat je kan halen is kampioenschap. En mocht jij dat behalen, dan is dat de kers op de taart. Iedereen die op hoog niveau speelt, vooral in de NBA, wil kampioen worden. Want dan ben jij elite. Hè? En hoe meer keren jij kampioen kan worden, hoe beter of hoe groter de status. Dus voor mij, die ene keer dat ik kampioen ben geworden met de San Antonio Spurs in 2007, is voor mij het ultieme geweest. En daar teer ik nog steeds op. Dus ja, dat vind ik wel hartstikke leuk. Ja. Feyenoord voor Rotterdam, top. Ik vind het een topclub. Ik ben zelf fan van alles zo'n beetje. Dus ik ben fan van Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. En je ziet Feyenoord groeien, vind ik. Niet alleen in de stad, maar ook buiten de stad. Feyenoord is gewoon een hele grote club. Ik ben zelf een van de bestuursleden van de Feyenoord Foundation. De Feyenoord Foundation zorgt ervoor dat kinderen, of niet alleen kinderen, maar ook in de stad van Rotterdam, speelgelegenheid is, werkgelegenheid. Mensen met een achtergrond tijdens wedstrijden van Feyenoord aanwezig kunnen zijn, een laatste wens hebben, projecten doen. Projecten in de Randstad of in Rotterdam zelf, hè, in de achterwijken. Dat daar gewoon Feyenoord ademt en dat Feyenoord die achterwijken ook gewoon steunt. Hele Gouden Plein. Ja, niet top. Ja, waarom niet? Nou, ik heb er jarenlang gespeeld. Als jonge jongetje heb ik er gebasketbald. Daar ben ik mijn basketbalcarrière zo een beetje begonnen. In dat opzicht top, maar je wordt in 2007 kampioen. Meneer Opstelten was toen burgemeester van Rotterdam. En ik werd gehuldigd in het stadhuis. En mij werd verteld dat de Hennegouwenplein zou vernoemd worden naar Francisco Elsonplein. Dat vond ik niet top. Dus daar heb ik een bord voor gekregen. Een basketbalbord. Je hoeft mij niet per se een erkenning te geven of een oorkonde of weet ik veel wat. Maar als je als enige Rotterdammer Nederlander kampioen wordt in Valhalla van Amerika basketbal, dan denk ik, waar is dat plein? Tuurlijk, als jij Olympisch kampioen wordt en je pakt de gouden medaille, volgens mij, alleen bij goud, dat je dan of een straatnaam of een pad of een brug krijgt. Vernoemd naar, ja, nou, ja, dan zou je eigenlijk iedereen die topsporter wordt, die WK of EK wint, iets moeten geven. Ja, waarom niet? Top en niet top, omdat vanwege de brutaliteit van in Amerika natuurlijk, van de politie, laten we dat zeggen. De politie staat eigenlijk voor to protect and to serve en not to kill. En ik denk, top vind ik dat dus de gemeenschappen, welke kleur je dan ook hebt, daarvoor
opstaan om te laten zien van wat er niet goed is en hoe dat wel zou moeten. En daar willen ze justice voor, hè, gerecht. Wat ik niet top vind is dat het nu over een hele andere boeg wordt gegooid, waardoor mensen denken dat het alleen maar over één ras is, terwijl het niet alleen maar Black Lives Matter is, maar echt iedereen, denk ik. En mensen daar een verwarring in brengen, denk ik. En dat vind ik niet top. Ik denk dat social justice veel importer is dan, of belangrijker is dan al dat andere gekkigheid waar mensen over nadenken. Want ze demonstreren nu eigenlijk voor iets heel anders waar Black Lives Matter voor is. En waarvoor Kaepernick dus op zijn knieën ging. Ja, dat vind ik dan niet cool. Michael Jackson is top. Niet top, omdat ik het niet kan. Ik ben niet zo flexibel, dus misschien moet ik het dan wel doen, dan wordt het top. Maar ik kan het niet, dus niet top. En zolang in een pose staan, irritant. Ik heb nog nooit in de achtbaan gezeten, zelfs niet toen ik jong was. En ik heb geen hoogtevrees, maar niet top, omdat ja, het is een beetje discriminerend, hè. Maak eens de achtbaan voor 2 meter plus mensen. Ik ben in Nederland geboren. Ik ben getogen Rotterdammer. En mijn familie woont in Nederland. Dus om dat achter te laten en dan te zeggen van weet je wat, ik ga voor mezelf in een ander land wonen. Dat past niet echt bij mij. Ik ben meer van mijn ouders en van mijn familieleden. Dus dat heb ik wel gemist. Dus voor mij was dat in dat opzicht niet top. Dat is wel een hele moeilijke. Nou ja, dat is niet top. Waarom niet? Omdat ja, volgens mij gebeuren er dingen die daar niet thuis horen. Heeft een beetje te maken met respect. Ja? Als je jong bent, dan ben je onbevangen. En als je wat ouder wordt, dan ga je beter leren nadenken. Dus naarmate je ouder wordt, ga je volwassen leren nadenken. En dan zie je op dit moment dus dat de Westkruiskade er gewoon niet netjes uitziet met wat er gebeurt, wat er aan de hand is. En dat is gewoon criminaliteit en dat hoort daar gewoon niet thuis, man. Zo, dat was tof zeg. Ja toch, niet dan?